ook vrije klassen. Dus wat wil zeggen, jullie zijn erin geslaagd om een jaar lang de belofte te doen om niet te roken. En waarom neemt je die beslissing? Als jonge, frisse, gezonde mensen om niet te roken, is natuurlijk dat jullie ten volle investeren in jullie leven. Je bent allemaal slim genoeg, ik zie dat. Ze zijn allemaal knappe mensen. Dat je maar één leven hebt. Je hebt maar één leven. En met dat één leven, daar moet je zorgzaam zijn. Moet je zorgen ook dat je natuurlijk zo lang mogelijk kunt leven. En dat je kunt bouwen aan je toekomst. Een toekomst die hier in die school, waar de burgemeester waarnemend zelf school gelopen heeft, zijn eerste stappen gezet heeft.